Ik was gisteren bij onze kringloopwinkel en toen zag ik deze pop. En toen dacht ik, oh, die is voor mij, die kan ik perfect gebruiken. Hij had kleertjes aan, het is een jongetje, dat zie je wel aan het hoofdje. Hij had kleertjes aan, maatje 86. Dus ik denk een jaar, anderhalf jaar voor een echte baby. Denk ik wel, hè. En het is zo'n snoetje. Echt, kijk, dat kopje, joh. Dat is toch super lief. En het is ook een echte kringloopbaby, want de kop die past helemaal niet bij het lijfje. Het hoofdje is heel oud en het lijfje is nieuw. En de armpjes die bungelen erbij, dat is echt diep triest. Dat moet ik nog repareren. Maar ik vond hem zo lief, ik denk, die is voor mij. En toen zat ik gisteravond, ik ben bezig met een andere tutorial voor een hobo poncho. En daar was ik gisteravond mee bezig en toen dacht ik van, oh, maar deze lieve knul moet ook een poncho. En nou weet ik wel, de kleur die je kiest, dat is echt een meisjeskleur en jongetjes zie je niet zo vaak in poncho's lopen. Maar ik denk, ik doe het lekker toch, kan mij het schelen. Hij krijgt van mij een poncho en dan kun jij hem voor een lief klein meisje maken. Want ik denk niet, ja, net wat ik zeg, ik denk dat jongens niet echt met poncho's gaan lopen. Maar vooruit maar, we doen het. Nou, ik heb prachtige wol gevonden bij de Vibra. Deze, dat is de, even kijken hoor, ik had het bandje, oh hier is het bandje. De Bianca. Die is wit en roze en grijzig en ik vind hem zo mooi. En zeker voor zo'n poncho voor een meisje of voor een heel mooi vest voor jezelf. Prachtig. En ik ben gaan haken met 4 mm haaknaald. Dan heb ik een ketting van losse gehaakt. Het zijn er 66 bij mij. En als ik dan de pop heb. Ik moet er nog een naam voor verzinnen, ik weet nog niet. Ik vind het wel een Tim, maar mijn oudste stiefzoon heet ook Tim. Dus ik weet niet of dat hij daar gelukkig van is. Maar die past zo om zijn hoofdje, dat het hoofdje erdoor kan. Zie je? Dus dan moet jij ook even kijken hoeveel losse of dat je gaat haken. Want je kunt dit patroon aanpassen op eigenlijk iedere maat. Zelfs voor een volwassene kun je hem maken. Het enige is dat het een even aantal steken moet zijn. Dus hoeveel er te zijn, dat maakt niet uit. Als het maar een even aantal is. Nou, als je dat dan gedaan hebt, dat het hoofdje door de cirkel kan, dan gaan we die cirkel maken. Je neemt al die veetjes van de ketting aan de voorkant en je laat hem zo door je vingers glijden, dat hij niet gedraaid zit. Zo. En dan kom je bij die eerste steek, daar steek je je haaknaald in en je sluit de ronde met een halve vaste. Zo. Nou, deze ketting moet dus om het hoofdje passen. Dan gaan we V-steken maken. De eerste begin je met 3 lossen voor het stokje. 1, 2, 3. En een losse voor de losse ruimte. Dus je doet 4 lossen. En dan sla je om voor een stokje. En in de steek waar je de ronde gesloten hebt, net die ketting, daar doe je een stokje. Dan heb je je eerste V-steek gemaakt. Kijk, zo. Nou, zo gaan we de hele ronde gaan we V-steken maken. Dus je slaat om voor het volgende stokje. Je slaat 1 losse over en in de volgende losse maak je een stokje. En dan doe je een losse. Je slaat weer om voor een stokje. En in diezelfde losse, daar maak je weer een stokje. Dan heb je weer een V-steek. Zie je, dan heb je er 2 naast elkaar. Zo ga je de hele ronde doen. Dus een stokje maken, tenminste de omslag voor een stokje. Je slaat 1 losse over en in de volgende, daar maak je je V-steek. Nou, 1 stokje, 1 losse en in dezelfde steek nog een stokje. Omslaan voor het volgende stokje.
één losse overslaan en in de volgende weer die V-steek. Dus een stokje, een losse en nog een stokje in dezelfde steek. Nou, ga zo helemaal rond. Wacht hoor, zo. Ga zo helemaal rond en dan zie ik je als we hier zijn. Nou, ik ben helemaal rond. En voor ik mijn ronde sluit, leg ik hem even plat neer. Om zeker te weten dat hij niet zo gedraaid zit. Want dat heb ik ook een keer gehad hoor. En dat is dikke ellende, want dan ben je met de volgende ronde bezig. En dan klopt het niet. Kun je alles weer uithalen? Vind je niet leuk? Tenminste, ik vond het niet leuk. Dus ik leg hem plat neer om zeker te weten dat hij goed sluit. En dan ga ik naar mijn eerste V-steek. En dan in de derde losse van onder, daar sluit je je ronde met een halve vaste. Zo. Dan ga je met een halve vaste naar de opening van de V-steek. Zo. En daar begin je met de nieuwe ronde. Je doet weer vier lossen. Het is drie voor het stokje en eentje voor de losse ruimte. Dus 1, 2, 3 en 4. En dan in diezelfde ruimte maak je weer je stokje. Dan heb je weer je eerste veetje gedaan. Nou, dan ga je naar de volgende vee. En daar doe je ook weer zo'n veetje in. Dus een stokje, een losse en nog een stokje in diezelfde ruimte. Ga je naar de volgende V en daar doe je ook weer een V in. Stokje, losse en een stokje. Zo ga je weer helemaal rond. Iedere V krijgt een V. Stokje, losse, stokje. Volgende V in die ruimte ervan. Stokje, losse en een stokje. Nou, ga zo rond. Dan zie ik je hier weer terug. Nou, ik heb net mijn laatste V-steek weer gedaan. Dus ik sluit mijn ronde weer in de derde losse. Met een halve vaste. Ik ga met een halve vaste weer in die opening. En ik doe nog één ronde zo met een V-steek. Dus vier lossen. 1, 2, 3, 4. Drie voor het stokje en één voor de opening. En een stokje in dezelfde V. En je gaat weer helemaal rond. Iedere V-steek krijgt een V-steek. En dan zie ik je als we weer hier zijn. Nou, ik ben weer rond. Hier is mijn eerste V-steek weer. Ik steek weer in de derde losse in. En ik sluit de ronde met een halve vaste. Dan ga ik weer naar de open ruimte. Nu gaan we een dubbele V-steek maken. Ik weet niet of dat zo heet, maar een V-steek met vier stokjes. Nou, je doet drie lossen voor het stokje, het eerste stokje. 1, 2, 3. Dan maak je een stokje. Dus dan heb je er twee, hè, want die drie lossen staan voor het eerste stokje. Je doet een losse en twee stokjes. Allemaal in diezelfde ruimte van de V-steek. Dat doe je in iedere V-steek. Dus ik ga naar de volgende. Twee stokjes. Een losse. En twee stokjes. En zo ga je helemaal rond weer. Iedere V-steek krijgt twee stokjes. 1 en 2, dan een losse en nog een keer twee stokjes. 1
En 2. En zo ga je helemaal rond. Zie ik je als je weer hier bent. Nou, ik ben weer rond. En ik sluit nu mijn ronde weer bovenop de derde losse. 1, 2, 3. Met een halve vaste. Dan moet ik weer naar die losse opening toe, maar er zit nu nog een stokje tussen. Dus ik maak gewoon in dat stokje een halve vaste. En ik ga met een halve vaste hier naar de opening. En dan doe ik nog 2 ronden van die dubbele V-steekjes. Dus je begint weer met 3 lossen. 1, 2, 3. Nog een stokje in die ruimte. 1 losse. En weer 2 stokjes. En dan ga je naar de volgende V-steek. Dit doe je in totaal 3 ronden. Dus dit was de eerste ronde. Ik ben nu aan de tweede ronde begonnen en dan doe ik daarna nog een ronde daarmee. Als ik die gedaan heb, dan kom ik weer bij je terug. Nou, dit is wat ik tot nu toe heb. Vind je die kleuren niet prachtig? Oh, ik vind ze geweldig. Ik heb mijn ronde weer gesloten. Ik heb nu 3 rondes met die enkele V-steek. Daarop 3 rondes met die dubbele, met 2 stokjes aan één kant en 2 stokjes aan de andere. En dan ga ik nu rondes doen met 3 stokjes aan iedere kant van de losse. Dus ik ga weer met een halve vaste op het stokje en een halve vaste in die ruimte. En ik ga nu 3 stokjes haken. Dus de eerste die begin ik weer met 3 losse. 1, 2, 3. En daar komen dan 2 stokjes achteraan. Eén. En 2. Dan doe ik weer een losse. En ik heb hier nu dus 3 stokjes eigenlijk. Hè, omdat die hier, die tellen ook als stokje mee. Net als bij die andere. En dan doe je nog een keer 3 stokjes in diezelfde losse ruimte. Kijk. 1, 2, 3. De losse. 1, 2. En nog 1 erbij. Dus 3. En dan ga je naar de volgende losse ruimte hier in die V-steek. En dan doe je hetzelfde. 3 stokjes. 1. 2. En 3. Een losse. En nog een keer 3 van die stokjes. 1. 2. En 3. En zo ga je helemaal rond. Dus iedere V bestaat nu uit 1, 2, 3 stokjes, een losse en nog een keer 3 stokjes. Als je nou rond bent, dan eindig je weer door je ronde te sluiten hier in die bovenste losse, de derde. Daar doe je een halve vaste. En dan moet je weer naar die losse ruimte. Maar nu heb je hier nog 2 stokjes die je moet overbruggen. Nou, daar maak je er gewoon in ieder stokje een halve vaste. Net als wat we hier deden met 1 halve vaste. Omdat we hier nog 1 stokje te overbruggen hadden, hebben we hier nu 2 stokjes. Dus je doet 2 halve vaste. En dan ben je hier weer in die losse ruimte. En dan kun je gewoon weer die 3 dubbele V-steek maken. Waaier, hoe heet het? Maakt niet uit. Het is mooi. Nou, en die gaan we zo vaak doen als dat de poncho lang moet worden. Want hij is nu wijd genoeg. Hij hoeft niet nog wijder te worden. Dus kun je gewoon die 3 steken hier zo aan iedere kant van de losse. En dat doe je net zoveel rondes als jij je poncho lang wil hebben. En dan eigenlijk 1 ronde minder dan dat jouw bedoeling is. Omdat we daar dan nog een sierrandje op kunnen maken. Dus ik ga dat ook doen. Ik neem
Tim lekker mee naar beneden, want die zit hier trouw te wachten. Maar ik neem hem mee naar beneden, lekker op de bank. Televisie aan, snoepje erbij, wat drinken. En dan kom ik terug als ik zover ben dat de poncho de goede lengte heeft voor Tim. Kan ik ook zeggen hoeveel rondes ik met die drie gedaan heb, want dat weet ik nu dus nog niet. En dan gaan we de sierrand maken en de hals netjes afwerken. En dan is de kinderponcho is klaar. Hey, tot straks. Nou, ik heb in totaal 5 rijen met die 3 stokjes zo gedaan. 1, 2, 3. Een losse. 1, 2, 3. Daar heb ik er 5 van op gedaan. En ik vind hem nu eigenlijk lang genoeg. Dus wat ik nou ga doen is een sierrand maken. En die is een beetje, hij lijkt wel hetzelfde eigenlijk, maar net weer even niet. Dus ik ga met halve vaste, ga ik weer naar die losse ruimte. Zo. En nu haak ik 4 stokjes. En de eerste begin ik weer met 3 losse. 1, 2, 3. Dat is dan het eerste stokje. Dit is de tweede. Derde en de vierde en dan haak ik 3 lossen. 1, 2 en 3. En die zet ik vast in het stokje. Ik zal even inzoomen, kun je het beter zien. Kijk, hier boven op het stokje heb je het veetje van de steken. En dan neem ik de voorste lus. Daar ga ik in. En de lus aan de zijkant van het stokje. En dan maak ik een halve vaste. En dan heb je een picootje. Nou, dan doe ik nog 3 stokjes in diezelfde ruimte erbij. 1. 2. En 3. En dan heb je dit. Is dat te zien trouwens? Het scheert het wel heel erg zo, hè? Kijk. Hier, het picootje hier. Nou, dat doe je dus op iedere V-steek doe je dit. Dus eerst 4 stokjes. 1. 2, 3 gewone stokjes en dan de vierde waar het picootje op komt. 1, 2, 3 lossen en die zet je vast de voorste lus van het veetje van het stokje en de bovenste zijlus van het stokje. Daar maak je een halve vaste. Nou, en dan doe je weer 3 gewone stokjes. Dus 1, 2 en 3. En dan krijg je zo het sierrandje. Ik vind dat net genoeg. Het moet niet overdreven zijn. Het is een kleine poncho voor een klein meisje. Dus daar moet je geen overdreven sierrand aan doen. Nou, als je dit helemaal rond gedaan hebt, dan sluit je je ronde hier in die eerste, of in die derde losse, die bovenste. Doe je een halve vaste, dan is de onderkant klaar. En hier bovenop kun je nog een rand vaste langs doen. En dan de veetjes gebruiken om er een koordje doorheen te rijgen. En wat voor koordje je daarvoor gebruikt. Een mooi gehaakt koordje zou ik zeggen. En dan misschien met pompoenetjes eraan, zelfgemaakte pompoens van dezelfde wol. Of ja, verzin het. Je kunt zoveel kanten op. Ja, ik vind het dan wel leuk. Of misschien een gehaakt koordje hierdoor en aan het uiteinde van het koordje een paar gehaakte bloemetjes. Ook met deze wol of misschien wel met heel mooi zacht roze. Dat babyroze.
Die baby soft van de zeeman, dat is ook heel mooi om daar dan een heel klein bloemetje mee te haken. Als je dan wel deze, nou ja, fantaseer erop los. Die vaste hier omheen, dat is helemaal niet moeilijk, hè? Zal ik even een andere kleur pakken? Dan kan ik het gelijk laten zien. Ik heb hier nog een restje knalroze. Even zoeken hoor, waar is het beginnetje? Ja, gevonden. Kijk. Als je dan hier, ook weer met de goede kant naar je toe, hè? Dan tussen de veetjes in. Hier heb je het veetje op zijn kop dan. Nou, tussen die veetjes in maak je twee vaste. Zo. Draad vastmaken op een manier zoals jij het wil. En dan een losse. En je maakt een vaste. En nog een vaste. Dan sla je die steek, met het veetje erin. Die sla je over en je gaat naar de volgende opening. En daar doe je ook weer twee vaste. 1 en 2. Die steek met de V sla je weer over en je gaat naar de volgende opening. En daar doe je 2 vaste. En waarom sla ik nou die steek met die V erin over? Nou kijk, als je hier een vaste in maakt, krijg je een heel groot gat. En ik persoonlijk vind dat niet mooi. Dus ik sla deze over en ik doe in de opening erna, doe ik weer 2 vaste. En dan heb je geen groot gat. Maar je houdt wel dezelfde aantal steken. Dus dat kun je hier langs het randje doen. En met dat roze is trouwens heel erg leuk. Misschien dat ik daar iets mee ga doen. Nou ja, je ziet wel op de foto aan het begin hoe of dat het geworden is. Ik ga nu deze sierrand hier, wacht even hoor, ik haal dit er weer even af zo. Ik ga die sierrand hier afmaken. 3 gewone stokjes. Dan een stokje met het picootje. En 3 gewone stokjes ernaast, zodat je in totaal hier 7 stokjes in hebt. Met op de middelste het picootje. Dat vind ik een mooie sierrand. Maar natuurlijk, jij kunt het doen zoals je wil, hè. Ook de poncho kun je zo lang maken als je wil. Als je meer begin losneemt, dan wordt de poncho sowieso al groter. Dus dan kun je hem of voor een ouder kind maken, ouder meisje. Of misschien wel voor jezelf. Ik heb 1 bol gebruikt. Dit is het laatste stukje ervan. Nou, dat is ruim voldoende om die sierrand mee af te maken. Hoeveel meter zat erop? Even kijken hoor. Waar kan ik dat vinden? 260 meter zit erop. Een bol van 100 gram. Dus als je ander garen neemt, dan weet je ongeveer hoeveel of dat je nodig gaat hebben, denk ik. Ik wens je in ieder geval heel veel haakplezier. En graag tot de volgende tutorial.